De plaatsen achterin bestaan uit onafhankelijk verstelbare stoelen. Afhankelijk van de uitvoering kunnen de buitenste stoelen worden voorzien van stoelverwarming. Handmatig in- en uitklappen gebeurt via een handgreep op elke stoel. Bij de uitvoering met 7 zitplaatsen zijn er 2 stoelen op de derde rij die in de vloer kunnen worden opgeborgen. Zo is er voldoende ruimte voor 2 extra passagiers. Voor toegang volstaat het de stoel met behulp van de handgreep op de tweede rij naar voren te heffen. Wanneer u in een stoel op de derde rij zit, trekt u de stoel op de tweede rij weer op zijn plaats. En controleert u dat de stoel goed is vergrendeld. Het elektronische ontgrendelsysteem zorgt ervoor dat de achterstoelen op de tweede en derde rij automatisch omlaag kunnen worden geklapt, zodat de vloer vlak wordt. Zo kan de laadruimte snel en eenvoudig worden aangepast. Als de auto is gestopt, de autogordels achter niet zijn vastgeklikt en de hoofdsteunen vooraan omlaag zijn, gebeurt de bediening door het toetsenbord in de bagageruimte of van het multifunctionele scherm. Kies de stoel of groepstoelen die u omlaag wilt brengen en bevestig. Wanneer alle achterstoelen zijn neergeklapt in de vloer, is er een compleet vlakke laadruimte met een capaciteit van 2040 kubieke decimeter.